Ik ben Piet, ik ben dierenarts. Ik ben René en ik ben dierenartsassistent. Ik ben Roos en ik werk bij de dierenambulance als praktijkleider. Punch out that time clock, put on that red dress, fill up that four-wheel drive. Wij zijn Vet Amsterdam en rijden een ambulance rond om dieren te helpen. We werken samen met stichtingen die zich inzetten voor het dierenwelzijn. En daarnaast geven we educatie over verantwoord huisdierbezit. Nice! Wij zijn onderweg rit nummer 42. Onderweg 42, dank je. Dit is een klinische rit, noemen jullie dit. Wat houdt het precies in? Ja, dat doet de dierenambulance ook. Klinische ritten. En klinische ritten, dat betekent dat de dierenambulance een huisdier, de eigenaar, in opdracht van de eigenaar natuurlijk, naar de dierenarts brengt. Daar is wel een ritprijs aan verbonden. Maar nu hebben we een rit van een Duitse dog die niet kan lopen. Dat is ook echt het enige wat we nu weten. Die moet naar de dierenarts. Geen idee wat ermee is. Gaan we straks allemaal zien. Wat betalen mensen dan voor zo'n klinische rit? Wat kost dat? Deze mevrouw is geen donateur, dus we hebben een standaard ritprijs, die is zo'n €50. En als je donateur bent, is dat 25. En dan ben je, wat kost een donateurschap per jaar? Het hangt een beetje vanaf waar je voor kiest, maar dat kan 34 of 38 zijn. Oké, dus als je twee keer van de dierenambulance gebruik maakt om naar je dierenarts te gaan, dus eigenlijk al heen en terug, ja, dan heb je het al eruit om donateur te worden. Exact. Nou, dat klinkt goed. Word donateur. Mocht er nou onderweg ook iets zijn met deze hond, dan kunnen wij achterin ook gewoon eerst de hulp bieden. Dat is, misschien dat ik wel even bij mevrouw achterin de auto ga zitten. Ja. Kunnen jullie lekker elkaar vriendelen hier. Als die hond instabiel is, dan kan ik hem even checken. Vaak is het ook als dieren verlamd zijn dat ze de controle over hun urine en ontlasting verliezen. Dat is ook een reden waarom gewone taxichauffeurs en begrijpelijk niet op zulke ritten zitten te wachten. Dus dat doet de dierenambulance ook, kan je ons voor bellen. Zit jij lekker achterin met die hond als dat gebeurt? Ja, als ik ondergescheten word. Nou, dan ben je wel gewend. Dat hoort er allemaal bij. Klaar. Ja. Die kan nu niet open blijven, omdat jij natuurlijk je tas achterin hebt. Ik moet even op slot. Ja. Maar ik denk dat ik die hond in mijn eentje het beste kan. Trozen of andere spieren, verlammen. Wacht maar even tot ze bij de ambulance is met veel. Ja? Er staat ergens een deur open. Aanloopje? Hoe zie je het? Of komt het echt zomaar van de een op de andere dag? Soms slepen ze al een beetje met een achterpoot bijvoorbeeld. Maar het kan van de een op het andere moment komen. Het kan ook een hernia zijn. Mm-hmm. Hernia is op zich nog te opereren als je snel op tijd bij bent. Maar de prognose is gewoon slecht. En een hond van dit formaat, van 6,
is gewoon hoogbejaard. Daar moet je eigenlijk niet meer te veel mee doen. Die heeft ook artrose in al zijn gewrichten. Zoals 7. En hoe oud worden deze gemiddeld? Gemiddeld 6. Zoals 7 toch? Of 6? Nou, zoals 6. Ja, gemiddeld worden ze 6. Net zoals Berner Senne en andere rassen met heel veel problemen. Ja. Ja. Hoe groter, hoe jonger hè, wat dat betreft. Ja. Een rit, René. Wat ben je aan het eten? Krentenbol. Wel lekker. Aarde 5. Zullen we staan? Hier is 5. Vragen of die. Aarde 5. Of die zwaait. Denk 5. Wij zijn beschikbaar. Aarde 5 mag retour. Iets voor jullie zelf gaan doen. Noemt ze jou nou een rothoer? Zijn ze dat? Honey, wat zei je nou? Hi, Eva. Welkom. Heren, yo. Zwaait ze nou naar mij of naar jullie? Wat denk je zelf, nou, Piet? Nee, maar volgens mij zei Honey niet rothoer, zei ze retour. Dat mag ik ook. Ja. Ja, ze zei retour. Iets op YouTube-kanaal komen? Vetamsterdam.nl. Okay. Ik ga wel even kijken. Ja, leuk. Werk ze. Yo. Doei! Vet Amsterdam! Gek. Oef. Jullie stinken wel een beetje, jongens. Oh, ik vind het best wel meevallen voor een vuilniswagen. Ik vind het lekker ruiken eigenlijk. Ja, er zit een soort frisse ondertoontje.